De bekende pater Bas Mulder is gisteren in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zo meldt Star News vandaag. Pater Mulder kwam als 28-jarige naar Suriname en vertrok na een halve eeuw terug naar zijn geboorteland. Sebastianus Adrianus Wilhelmus Rudolphus Mulder kwam naar ons land als een jonge, vitale, sportieve geestelijke die bekend stond om zijn kritische opmerkingen. Niet alleen op geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied heeft hij zijn stempel gedrukt, maar ook op sportgebied heeft hij een grote bijdrage geleverd aan ons land. Zo heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van volleybal, tafeltennis, wielrennen, zwemmen en basketbal. Pater Mulder was niet te missen in het patronaat. Hij was een fervente 10 kilometer loper die met zijn aparte loopstijl altijd opviel. Hij vertrok in 2009 uit Suriname en overleed gisteren in Nederland. Niet alleen in geestelijk en sociaal-maatschappelijk opzicht heeft hij zich ontpopt als een waardevolle persoonlijkheid, maar ook op sportgebied gaat hij onze geschiedenis in als een sterke kracht die een grote bijdrage heeft geleverd aan de sportontwikkeling. Pater Bas Mulder is 88 jaar oud geworden.